De luikklok van de Koopmansbeurs in Amsterdam, de beursbengel zoals hij sinds jaar en dag heette, was een van de vele klokken die door de Duitsers werden gestolen. Nu is er een nieuwe in de toren gehangen en deze zal met enige plechtigheid in gebruik worden gesteld. De beursbengel behoort elke dag te luiden van 1:30 tot 2:15 om de zakenmensen op te roepen. Burgemeester Dailly stelt de klok in werking. Heeft weer zijn eigen stem.